van harte gefeliciteerd met het winnen van deze Autodeel Award voor de beste kleine gemeente. Ja, en Schouwen-Duiveland heeft deze prijs echt verdiend. Want die zijn goed bezig met elektrische deelauto's. Dus dan stel je mensen met een kleine portemonnee ook in staat om auto te kunnen rijden. Dus deze prijs is verdiend. Ja, we zijn hartstikke blij met deze award. Dat is natuurlijk een mooie beloning voor de inspanningen die je doet aan de ene kant om te vergroenen. En aan de andere kant om ook aan je sociale doelstellingen te werken. We hebben er hier op Bruinisse hebben we er twee staan. Voor het grote gedeelte wordt het ook gebruikt voor de maatschappelijke doelstellingen. Voor herintredingstrajecten. Voor mensen die zeg maar, naar huisartsen moeten gaan voor controleonderzoek. Dus naast het traditionele autodelen zijn dit manieren waarop wij hem hier op Schouwen-Duiveland ook inzetten. En uiteindelijk zien we daar dan dat we daardoor eigenlijk een veel groter bereik krijgen en veel meer gebruikers van het autodelen. Nou, we zijn gewoon heel blij dat wij als plattelandsgemeente, of in ieder geval als gemeente met veel kennis in een uitgestrekt gebied, ook in staat zijn zo'n concept als een deelauto in te kunnen zetten. Ook als je geen eigen auto hebt, heb je toch mobiliteit. En daar draagt dit project op een hele goede manier aan bij.